Dinsdag tekende wethouder Bert Frinks samen met het Radboud UMC en de GGD de verklaring Groen, Gezond en in Beweging. Dit convenant luidt een actieve samenwerking in voor de komende 10 jaar, waarbij het doel is om de Nijmeegse burger te stimuleren om gezonder te leven. We doen 1 keer in de 4 jaar samen met de GGD de gezondheidsmonitor. En dan zie je gewoon dat mensen niet gezond leven. En we willen eigenlijk dat er meer mensen in de stad gezonder leven en hun leven ook als gezond ervaren. Er zei laatst een chirurg tegen mij, als je niet oppast en we gaan niks doen, dan is over 10, 15 jaar 40% van de mensen die in het ziekenhuis komen, die hebben een chronische ziekte. En die hebben een stapeling van klachten. Als iemand vrij dik is of ongezond eet, dan slippen de vaten dicht. En dan komen ze bij ons en dan denken we, nou, hadden we nou maar eerder kunnen ingrijpen. Onze dokters die zijn van plan om naar de scholen te gaan. Sommigen doen het al, maar dat zijn we veel breder van plan. Om de scholieren te informeren over, ja, als je die kroket neemt, hè, prima een keer een kroket, maar zorg dat je een gezonde kroket eet. Wat wij eigenlijk willen bevorderen, samen in de keten met de gemeente en de GGD, is dat de burgers, kan ik beter zeggen, in Nijmegen gewoon naar buiten gaan. Gaan spelen voor de kinder, gaan wandelen, hardlopen. Wij proberen onze medisch specialisten ervan te doordringen dat heel veel impact heeft als die dokter dat nou juist zegt met die witte jas aan. Een kind kan alleen maar goed en veilig en gezond opgroeien in een omgeving die daartoe uitnodigt. En die ondersteuning die bieden wij van vanuit de jeugdgezondheid. Maar we zetten in voor de gemeentes ook met gezondheidsmakelaars. En daar verbinden we juist de verschillende initiatieven. Wij nodigen ook een heleboel andere partijen uit om zich erbij aan te sluiten. Want dan zet je een beweging in gang. En dan lukt het tenminste ook om die hele omgeving te veranderen.